Calcium is voornamelijk goed voor de opbouw en onderhoud van sterke botten en tanden. Nou, een tekort van de mineralen komt vaker voor dan men denkt en zijn te herkennen aan verschillende symptomen. Mijn naam is Claire, ik ben gezondheidsdeskundige bij Voot en in deze korte video geef ik antwoord op een aantal vragen die horen bij de mineralen calcium, magnesium en zink. Calcium, magnesium en zink zijn drie mineralen die een belangrijke rol spelen bij de gezondheid. Het zijn alle drie essentiële mineralen, wat betekent dat het lichaam deze niet zelf kan aanmaken, dus essentieel zijn om op peil te houden door middel van voeding of door suppletie. De drie verschillende mineralen komen voor in verschillende voedingsmiddelen. Zo komt calcium voornamelijk voor in melk, yoghurt en kaas. Magnesium komt voornamelijk voor in noten, zaden, pitten, maar ook in cacaopoeder en pure chocolade. En zink is voornamelijk te vinden in vlees, zuivel, vis, bruin brood, peulvruchten en rijst. Nou, dat de mineralen onmisbaar zijn voor de gezondheid is bekend. En ze hebben ook echt een hele lange lijst aan gezondheidsvoordelen. Toch licht ik graag kort toe wat de belangrijkste voordelen zijn voor de gezondheid van de drie verschillende mineralen. Calcium is voornamelijk goed voor de opbouw en onderhoud van sterke botten en tanden. Maar ook goed voor de werking van het zenuwstelsel en de spieren. En daarnaast draagt magnesium bij de vorming van botten en spieren en helpt bij de overdracht van zenuwprikkels. En tot slot is zink goed voor de opbouw van eiwitten, de groei en ontwikkeling van weefsel en draagt bij aan een goede weerstand. Een tekort van de mineralen komt vaker voor dan men denkt en zijn te herkennen aan verschillende symptomen. Zoals een vertraagde bloedstolling, spiersamentrekkingen, tintelingen, het gevolg van een calciumtekort. Vermoeidheid, spierkramp en lusteloosheid zijn aanwijzingen voor een magnesiumtekort. En een verminderd zicht of een huidafwijking kunnen het gevolg zijn van een zinktekort. Nou, calcium, magnesium, zink is een supplement in de vorm van een tablet dat dient als ondersteuning van de mineralen calcium, magnesium en zink in het lichaam. Nou, deze ondersteuning is in veel gevallen noodzakelijk omdat een tekort van de belangrijkste mineralen geregeld voorkomt. Nou, met de toevoeging van dit supplement wordt de gezondheid fysiek en mentaal ondersteund. Nou, het supplement calcium, magnesium, zink is 100% GMO-vrij, waardoor wordt de juiste werking van het product gewaarborgd. Nou, daarnaast is het supplement geschikt voor vegetariërs of veganisten. En ook is het veilig te gebruiken voor zwangere vrouwen, borstvoedinggevende vrouwen en mensen met diabetes. Ja, graag gedaan. Ik hoop dat ik weer een aantal vragen heb kunnen beantwoorden. Deze keer met betrekking tot de mineralen calcium, magnesium en zink. Mochten er verdere vragen zijn over dit onderwerp, dan beantwoord ik deze natuurlijk graag. Dankjewel. Tot de volgende keer.